Rond mijn 16e begon zo echt wel interesse te krijgen in de koers. En dan ben ik aan mijn ouders gaan vragen van ja, zou ik geen koersfiets mogen? Ja, ze kenden ook helemaal niks van de koers. Allee, ze keken wel tv en ze volgden de koers wel, maar zo echt het koerswereldje zelf, dat was helemaal nieuw voor hun. Dus ze zeiden van nee, ik kom niet in huis. En dan, ja, dan kwam mijn papa op een dag met een mountainbike thuis en ik was zo boos. Ik zeg maar, als jij een mountainbike krijgt, dan wil ik, ja, dan wil ik ook een fiets. Ja, mijn eerste jaar met echt een team dan, dat was eigenlijk een groot fiasco. Dus ik denk dat ik 5-6 wedstrijden gereden heb en dat ik 4-5 wedstrijden op de grond heb gelegen. Dat er iets mis is gelopen of dat ik gewoon direct gelost was. Dus ik kom van heel ver. Ik was echt super slecht. Maar ik ben altijd het plezier blijven inzien en altijd mezelf blijven geven. En ja, dat heeft me al heel ver gebracht. De Belgische wielrenner Wouter Weiland is overleden na een zware val in de Ronde van Italië. Dat gebeurde in de afdaling van de Passo del Bocco. De renner zou op slag dood zijn geweest, dat zegt tenminste de dokter van zijn ploeg, Leopard Trek. Hij was pas 26 jaar. Het was 2011 en ja, dag van de dramatische val van Wouter Weiland. En dat heeft mij toch wel heel erg gepakt. Dat is mij ook heel lang nagebleven. En ja, dan had ik een klein kruisje gekocht en zijn rugnummer daarin laten graveren. En dat heb ik dan altijd gedragen, met elke koers ook een kruistekening gemaakt. En dat doe ik nog altijd. Zijn rugnummer 108 is ook mijn geluksnummer geworden. Dus ja, mijn eerste koers was, dat ik uitreed was mijn nummer 18. Mijn eerste podium was mijn rugnummer 18. Mijn goede Belgisch kampioenschap van een jaar geleden, waar ik vierde werd en mijn ploeggenoten won, had ik nummer 8. Dus het zijn allemaal van die kleine dingetjes. En ja, misschien mijn grootste geluk was ja, de zware val die ik dit jaar had. Dat had ik ook rugnummer 81, denk ik. De corona stoppen was net gedaan en ja, de eerste wedstrijd was terug in Spanje. Ja, het waren twee wedstrijden en de derde wedstrijd was mijn favoriet. Durango. En ik wist van vorig jaar dat ik daar echt heel goed had gereden. Die dag, we hadden de 5 beklimmingen gedaan en het was de laatste keer de afdaling. En op een gegeven moment ben ik de controle verloren over mijn fiets. Tot op vandaag weet ik eigenlijk nog altijd niet hoe en waarom. Ik ben op mijn kader beland. Ik ben nog heel hard beginnen zwiepen. Ik heb echt nog, denk ik, een seconde of zo kunnen redden. Maar op dat moment is mijn achterwiel heel hard beginnen heen en weer gaan. En ja, op dat moment licht uit en ik weet er niks meer van. In de ziekenwagen ben ik beginnen nadenken van wat is er nu juist gebeurd en waar ben ik? En dan het moment dat ik ben beginnen de controle verliezen,
zag ik terug voor mij, maar in een heel ander perspectief. Alsof ik achter mezelf aan het fietsen was. Dus ik zag mezelf, maar ja, ik zag het niet vanuit mijn eigen ogen, maar vanuit iemand anders zijn ogen. En dat is het enige beeld dat ik tot op vandaag nog voor mij zie. Ja, de rugnummer die ik op dat moment droeg was nummer 81. Ik denk wel dat Wouter Weiland op dat moment een soort van beschermengel is geweest. Dat ze mijn geluk heeft gebracht en dat ik er niet erger aan toe was. Mentaal was ik er helemaal klaar voor en ik dacht dat ik fysiek ook echt klaar was om terug te beginnen koersen en er terug tegenaan te gaan voor het laatste deel van het seizoen. Achteraf bekeken, ja, mijn lichaam was gewoon echt nog herstellende, terwijl ik al terug een zware koers had te rijden. En dat was echt niet slim geweest. En dat besef ik nu al. Dus. Ik heb 2, 3, 4 jaar rondgefietst zonder echt succes te kennen. Dus elk succes dat ik nu meemaak is voor mij echt een van de mooiste dingen. Ik ga er echt voor blijven werken en we zien wel waar we komen.